Voorzitter van de Rekenkamer van Suriname, Sean Bundy, zegt dat de kans gegrepen moet worden om innovatief te werken om de capaciteit en de onafhankelijkheid van de Rekenkamer te versterken. Bundy sprak vandaag tijdens een seminar in het kader van 70-jarig bestaan van de Rekenkamer van Suriname vandaag. De Rekenkamer van Suriname werd bij landsverordening van 12 maart 1953 ingesteld, maar kwam voor het eerst in vergadering bijeen op 3 mei 1954. De Rekenkamer van Suriname heeft de gemeenschap nodig om zich verder te ontwikkelen, zegt Bundy. Door de partnerschap tussen de Rekenkamer, de regering, het maatschappelijk middenveld en de internationale gemeenschap te versterken, kunnen we de weg vrijmaken voor een toekomst waar een goed bestuur niet alleen een ideaal is, maar een tastbare realiteit. Laten we samen gaan naar het punt waar de principes van verantwoordelijkheid, transparantie, integriteit en onafhankelijkheid niet alleen maar ambities zijn, maar ook de hoekstenen van bestuurssystemen die werkelijk de behoeften van iedereen dienen. Bundy geeft verder aan dat het 70-jarig bestaan van de Rekenkamer een mijlpaal is. DNA-voorzitter Marinus Wees stelt dat de relatie tussen het parlement en de Rekenkamer verbeterd moet worden. We moeten vaststellen dat 2019 we die wet op Rekenkamer hebben goedgekeurd als nationale assemblee. En we zien die goede samenwerking. Maar we gaan het moeten verbeteren, steeds verbeteren. En in dat kader, voorzitter van de Rekenkamer, hebben we gepland om bij onze komende academische week de ruimte te bieden aan de Rekenkamer om dat verslag te presenteren, ja, zodat leden vragen kunnen stellen. En dat is een verbeterpunt, want waar naartoe we willen gaan als nationale assemblee is dat verslagen in het openbaar worden behandeld, zodat die debatten zijn en de regering ter verantwoording kan worden geroepen in het openbaar. Dat zijn stappen vooruit die we maken als land. We moeten sterke instituten hebben. En ik kijk naar de president, dat traject om te investeren in instituten moeten we voortzetten. De Rekenkamer van Suriname heeft tot taak het uitoefenen van toezicht op de besteding van de staatsgelden, de goedkeuring van de rekening van ontvangsten en uitgaven, alsmede controle op het geldelijk beheer van de overheid in de ruimste zin.